Sinds jaar en dag rijden er trolleybussen in Arnhem. Arnhem Trolleystad. Ontelbare reizigers zijn in de loop der jaren met deze unieke bussen vervoerd. En al die mensen moesten wachten op de bus. Ik ben benieuwd waar ze naartoe gaan en waar ze vandaan komen. Bij de bushalte ontmoet ik mensen en ga met ze in gesprek. Waar gaat u naartoe? Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Mag ik vragen waar je naartoe gaat? Ja, dat mag. Ik ga naar Centraal Station Arnhem, een afspraak met een vriend van mij. En blijft u dan op station of gaat u ergens heen? Of? Waarschijnlijk gaan we ergens een bakje koffie drinken. Heeft er gewoon een zakengesprek of zo? Nee, gewoon een vriendschappelijk gesprek. Ik heb een tijdje niet meer gezien. Dus, leuk. Herinneringen ophalen. Leuk. Wat komt u ook uit Arnhem? Nee, ik kom niet uit Arnhem. Oorspronkelijk kom ik uit Veenendaal. En daar woont u en daar werkt u ook? Nee, daar werk ik niet. Nee, ik werk momenteel niet. Ik kom net bij het UWV-kantoor vandaan. Dat is minder. Dat is heel wat minder. Wat zou u willen doen? Wat zou u willen doen? Oh, daar ben ik juist mee aan het kijken wat ik weer de andere kant op ga. Dus, u heeft wel gewerkt al? Ja. En wat deed je toen? Voornamelijk in de service dienstverlening. Dus complex, maar wel leuk. En heeft u enig idee wat u wel zou willen? Ik denk dat ik hetzelfde werkzaamheden weer ga doen. Alleen op een ander vlak. Ik denk meer in de maatschappelijke vorm. Dus mensen die het wat lastig hebben zoals ik het ook heb gehad. En dan uit ervaring misschien wat meer kan bijdragen. Maar je zegt net ook lastig gehad. Bedoel je omdat je niet weet wat je wil? Of gewoon zo? Ja, keuzes maken. Gewoon natuurlijk al jarenlang hetzelfde soms doet. Zit je vast in bepaalde elementen. Het is wel handig om daar eens een keer uit te stappen. Om, want hoe jong ben je nu? 44. Ja, en dat duurt nog, als je nog tot 67 moet. Ja. En je dan geen dingen doet die je niet leuk vindt, dan. Nee, dat werkt niet. Word je ongelukkig. Ja. Dus je bent dat zoeken en tijdelijk zit je dus bij het UWV. Ja, klopt. En helpen ze een beetje daar? Nou ja, je moet vooral alles zelf doen natuurlijk. Het is allemaal veranderd de afgelopen jaren, heb ik begrepen. Je hebt heel veel werkcoaches, dus uiteindelijk is het allemaal zelf initiatief. Ja. Dus het zou wel makkelijk zijn als je daar een beetje de weg in weet hoe je dat het makkelijkst kan doen. Misschien gaat dat nog komen wel. Ja, absoluut. Ja. Ja. En hoeveel tijd wil je ervoor uittrekken, zeg maar, om het uit te vogelen? Ik wil toch wel na de zomer weer aan de bak, ja. Ja, voor mij moet je ook juist in deze tijd dan ook heel veel mensen ontmoeten. Dat je dingen, ideeën opdoet of mensen spreekt. Ja, vandaar. Ik heb een oude vriend die zit wat langer in het bij het UWV. Die is ook afgekeurd. Dan gaan we even kijken wat zijn beleving is geweest. Dan gaan we eens kijken of we samen niet wat op kunnen starten. Dan had ik daar niet mee gekregen. Waar kende jij hem van, die vriend? Oh, die kijk al heel lang van het oud werk, toevallig. Ja. En we zijn bandgenoten geweest. Dus. Je speelt muziek? Ja, ook. Wat voor soort muziek speel je? Ja, voornamelijk rock, blues. En dan gitaar? Of, drums. Drums, okay. Ja. En dat doe je ook nog steeds? Nee, heb ik een tijdje niet meer gedaan. Ga ik wel weer oppakken. Goed bezig. Nieuwe doelen voor 2017. Mooi, mooi. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. En jullie ook. Lekker pakken koffie met je vriend. En waarschijnlijk van het een kom je in het ander. En dan hoop ik dat je weer kan vinden wat je wel leuk vindt. Komt helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel. Hè. Jullie ook. Hey, groetjes. Tot ziens. Oké, okay, bye. Tot ziens. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Mag ik vragen waar je naartoe gaat? Ik ga naar het station. En dan ga ik naar de bioscoop toe. Dat is leuk. Ja. En dan paté of zo? Paté, inderdaad, ja. Ja, ja. En waar komt u vandaan nu? Ja, ik kom wel hier vandaan, hoor. Dus ik heb mijn auto even hier geparkeerd. Dat is makkelijker als daar ging parkeren. Oh, maar je komt niet uit Arnhem? Jawel. Jawel, ik kom uit Arnhem. We wonen in Arnhem? Ik woon in Arnhem. Maar heeft u hem hier vlakbij Kronenburg nu geparkeerd? Ja, ja. En dan gaat u met de bus naar het centrum? Ja. En welke film gaat u heen? Ik weet niet hoe die zo heet. Gaat u vaker naar de film? Ja, wel vaker, ja. Nee, elke dinsdag is de 50-plus film. Daar ga ik elke dinsdag naartoe. Wat leuk. Ja. Is een soort hobby geworden? Ja, een beetje een hobby. Ja. Het moet eigenlijk een beetje. Moet zelfs? Ja, je moet wat te doen hebben. Wat te doen hebben. Absoluut. Want, mag ik vragen hoe jong u bent? 70. 70? Ja. Dat zou ik niet zeggen. Nee. Dus u bent dan met pensioen? Ja. Ja. En dan zegt u, ik wil gewoon ook wat leuke dingen te doen hebben. Ja, ja, ja. Ja, ik had vroeger wel leukere dingen, maar ja, het is weer een beetje veranderd. Dus, mijn vrouw die was vorig jaar overleden, dus ze is nog wel alleen. Dus, ja. Dus dan is, ja, maar dan verandert het hele leven. Het hele leven, ja. 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 Bent u ook achtergebleven met kinderen? Nee, nee. Ik heb geen kinderen. Dus, ja. Nee. En uw vrouw, dat is nog maar recent eigenlijk, hè? Ja, half jaar geleden.
En dan had u eigenlijk, wat werkt uw vrouw ook? Nee, die had ik pensioen. Had ook pensioen, dus dan heb je eigenlijk helemaal niet zo lang samen van pensioen. Nou, we hebben toch nog een jaar of 8, 9 toch van pensioen kunnen genieten. Dus waar eerder met pensioen, toen was het nog. Was het futregeling. Was het toen nog. Goedemiddag, mevrouw. Hallo. U zit de bus te wachten. Ik vraag even, waar gaat u naartoe? Ik ga naar Bemmel. En wat brengt u in Bemmel? Ik heb daar dinnershows deze week. U danst? Ja. Ja, en zingen. Doet u dat met ROC en met Studio 26? Ja, klopt, inderdaad. Ja, wat leuk. En dan danst u... Ja, ik ben met een toneelstuk bezig. En dan dans... ja, dan heb ik even zijn naam krijgen. Maar die Ruben? Ruben, ja. Ken je het nu ook? Ja, ja. Je zit in dezelfde show? Ja, klopt. Zullen we even de groeten aan Ruben doen? Ja, groetjes aan Ruben. Dat is de wereld toch klein, hè? Ja, klopt. En hij heeft een aantal dagen moet hij in die dinnershow dansen. Ja. En ja. Jij ook? Ja. Maar jij kan dansen, hè? Weet ik niet. Hij kan heel goed acteren, ja. Ja, dat klopt. Ja. Hey, wat voor dans doe je? Ik doe van alles, maar vooral show in de dinnershow heel erg. En wat is Bemmel dan? Is dat een locatie waar de... Ja, het is op het industrieterrein tussen Huissen en Bemmel. Ja. Is het voor een bepaalde cateraar of zo dan? Of, dat weet je niet. Nee. Maar er wordt een diner gegeven, dinnershow. Ja, dinnershow goud. Ja. En jij doet dat in samenwerking met ROC of Studio 26? Studio 26 en Rijn IJssel. En ben je dan docent of ben je ook danseres? Nee, ik ben student, danseres, ja. En waar doe je dat, de opleiding? In Velp, bij Studio 26. Daar volg je ook de opleiding? Ja, ja, zeker. Maar je bent zo goed dat je al mee mag dansen? Ja, het is voor mijn eindexamen, ja. Mooi. Mooie opdracht. Ja, zeker. Hey, wat is jouw speciaal? Hier zitten waarschijnlijk je kleren in. Ja, klopt. Wat heb je voor kleren aan vanavond? Ik werk met 11 kostuums en 7 dansen. Dus ja. Wat is jouw lievelingsdans? Het laatste blok, het musical blok. Veel afwisseling. Maar hoe dans je dan? Wat voor stijl zie je dan? Is het hip-hop? Of is het... Nee, we hebben wel hip-hop in de show. En jazz en ook moderne dingen. Eigenlijk heel divers. Ook mooi. Ja. Hey, en waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ben je een Arnhems meisje? Nee, Venray. In Amsterdam, ja. Daar ben je opgegroeid? Ja. Maar je bent en ook geboren in Nederland? Nee. Waar kom je oorsprong vandaan? Negros Oriental. Help even. Het is een Afrikaans eiland tussen Indonesië en de Filipijnen. En hoe jong ben je hierheen gekomen dan? Op mijn derde. Ben je nog eens terug geweest ook? Ja, 2, 3 jaar geleden. Hoe is dat dan? Ja, mooi. Ja. Ja. Ja, en daar woont nog familie van je ook? Ja, zeker, ja. Dus ik had er nog nooit van gehoord, maar ja. Ja. Maar het is wel bijzonder om dan eens terug te komen, of niet? Als je dan naar je oorspronkelijke roots... Ja, klopt, zeker weten. En hoe bevalt het in Nederland? Goed hoor, ja. Ja? Ja. En zijn je ouders ook hier gebleven? Nee, die wonen nog deels hier en deels daar. En wanneer is de opleiding afgelopen? Voor mij hopelijk in juni. Ik hoop dat ik dan mijn diploma krijg. En dan? En dan weet ik het nog niet helemaal. Even kijken. Maar wil je bij aansluiten bij dansgezelschappen? Of hoe gaat dat? Ik wil kijken of ik nog een jaar een musical academie kan doen. En anders het werkveld hopelijk in. Gaat best lukken, toch? Ik hoop het wel. Ja, je hebt een goede uitstraling. Dus en de mensen die zo'n kaartje kopen, die hebben dan een showavond. Ja, klopt. Die kopen een pakket van eten en lekkere musical entertainment. Ja, 5 gangen diner en daarbij lekkere show. Met goede koks. Ja. En hele mooie danseressen. Ja, en doe de groeten aan Ruben, hè? Ja, doe ik. Dat zal hij leuk vinden. Ja. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag. Ik vraag altijd, waar gaat u naartoe? Ik ga nou naar Rijkerswoerd. Daar woon ik. Ik ben een heel Arnhems meisje. Ik ben voor de oorlog in de Tweede Spijkerdwarsstraat geboren. Tweede Spijkerdwarsstraat? Dwarsstraat, okay. Ja. Dus dat was het huis allemaal afgebroken na de oorlog. En dan moesten we ergens anders gaan wonen. Die werden afgebroken? Die hadden schade op. Ja, en waar bent u toe gaan wonen? Weet u dat nog? Ja, in Zuid. Daar heb ik mijn kinderjaren doorgebracht. Pimpernelstraat. En nu woont u al in Lang? We wonen met een klein huisje met 7 kinderen. Uw eigen kinderen? Ja. Nee, van mijn broers en zus. Ja. En ja. Daar woon u toen? Daar woon ik toen, heb ik dan poos gewoond. En nu woon ik in Rijkerswoerd. Ook nog met een gezin? Zegt u? Ook nog met een gezin? Ja.
Ja, ik heb 3 kinderen. Maar die zijn al uitgevlogen? Ik heb een tweeling. Die zijn allemaal uitgevlogen. Jongen en meid en een dochter. Dus ja. En woont u nog met uw partner? Nee, die is al overleden. Ik ben al 18 jaar weer die vrouw. Dat is veel te lang. Ja. Ja. Want hoe jong bent u nu? Nou, ik kan me wel goed vermaken hoor. Dat is belangrijk. Maar ja. Hoe jong bent u? Hoe? Hoe jong bent u nu? Nou, jong. Nou, 75. En al 18 jaar alleen? Ja. Maar je hebt wel veel... Ja, ik heb lieve kinderen, dus dat is ook wel fijn. En tweeling? En één eigen tweeling? Of? Nee, niet één eigenlijk. Jong en meid. Die lijken niet op elkaar. Maar de vreemden zeggen wel, ze hebben toch wat trekken van elkaar. En zijn dat de jongste of zijn dat... De jongste. Die worden nou in maart worden ze 51. In maart? Hoeveel maart? Ja, 16 maart. Oh. Volgende week. Zijn ze nog vis? Ja, daarna word je ram. Ja. Ja. Toch? Ja. En dat is ook weer mooi. Ja. Mooie leeftijd. Ja, mooie leeftijd. En heeft u veel contact met de kinderen? Ja. Bent u ook inmiddels oma geworden? Ik ben ook oma's. Ik heb 4 kleinkinderen. Rijkdom? Ja. Ze wonen een dochter woont in Didam. Dus ja, die kinderen zijn ook al, die wonen ook al, de een hebben kapszaak en de andere die is nou pas uit huis, die hebben een eigen huis gekocht. Maar gelukkig niet te ver weg. Nee, dat niet. Nee. En hoe woont u in Rijksboord? Is het leuk wonen? Ik zit in een appartementje boven. Daar woon ik nou weer 15 jaar. 15? Ja. Ja, het zal nou wel weer 16 worden. En maakt het ik woon aan de Hoofdweg, dus het is heerlijk daar. En de Hoofdweg, zeg maar, waar ook richting het centrum. Ja, allemaal langskomt, zo. En waar je ook recht maar richting het centrum gaat. Een beetje lekker drukte omheen. Is wat te zien. Daar hou ik van. Ik hou niet van stilte. Nee. En maakt het voor u uit of het weekend is of door de week? Of het weekend is of door de week? Wat? Nou, qua hoe u leeft, zeg maar. Want maandag is voor u misschien... Of is het weekend anders voor u? Nee, ik ga weekend wel eens naar de bioscoop. Ik heb zo'n bioscoopbon van €19, dus dan ga ik vaak naar de bioscoop. Maar mijn vriendin ook vaak. Die wil misschien nou ook zo'n bon kopen. Dus dan kun je, moet je vermaken. En eerder is wat mooi weer, dan gaan we weer naar Zonsbeek wandelen of lekker op het terrasje zitten. Ik zeg groot gelijk. Ik hou van gezelligheid. Dat is ook belangrijk, want je bent hier maar even, hè, op deze wereld. Ja. Je mag hier even zijn. Je moet het zelf doen, want een ander doet het niet voor je. Nee. Maar goed... Ik weet niet of u vaak alleen eet of dat u ook samen mensen eet. Ja, allemaal. Wel eens dat je een beetje depri bent, dat heeft ieder mens. Dat zit in je, daar kun je niks aan maar doen. Maar met dit weer? Krijgen we dan ga je een beetje zo. Ik weet niet of we een wijntje houden, maar als we hier nou met een wijntje zouden zitten of iets, of een bootje. Ja. Ideaal hoor. Doet u nog iets aan sporten of kunt u nog iets doen met u? U heeft wel een rollator, omdat het loopt dat beter? Ik heb het aan de benen, dus allemaal slijtage, kunnen ze niks meer aan doen. Nee. Er zit iets in de benen wat schuurt langs die pijn. En de ene keer heb ik het heel erg en de andere keer niet. Heeft het ook met de weertype te maken? Ja. Als het koud is, maar nou de zon. Hè? Als je nou lekker in de zon, warmte. Warmte is goed voor mensen. En maar doet u wel iets aan bewegingstherapie? Ja, dat doe ik thuis. Zelf? Ja. 'S Ochtends met opstaan? Met de televisie heb ik wel eens dat een beetje op mijn eigen tempo. Dan gaat die rollator zo luchten. Nou, wel goed dat u dat doet. Maar verder loopt u goed. Ja. Maar het is wel handig om hem... Ja. En ik heb een paar hartoperaties gehad, open hartoperaties. Een paar? Ja, eentje over en dochter. Dus ik heb hem de eigen weer, je wordt sterker erin. Je hebt een hoop meegemaakt en hoe meer je meemaakt, hoe sterker je wordt. Dan kan ik wel eens niet tegen mensen die helemaal niks hebben, die altijd klagen zijn. En dan mopperen. Ik zeg, pluk de dag en kijk om je heen en waar je nog kan. Waar je kan, je moet niet zeggen waar je niet kan. Nee. Nee. Maar je kan. Nou, er zijn ook niet alleen jonge mensen trouwens, maar er zeggen mensen wel van, dat kan niet, dat kan. Maar je moet in dingen denken wat proberen. Wel kan. Ja. Proberen, kan het niet, houd het op. Volgende week worden ze jarig, hè, de tweeling. Hoe gaat u het vieren, weet u dan? Ja, daar ga ik naartoe, daar ga ik de hele dag heen. Dat zou ik ook doen. Ja. En dan zou ik gewoon niks doen. Gezellig. Of gaat u helpen? Ja. Gaat u helpen? Is het uw bus? Nee. Maar moet u helpen of niet? Nee. Ik heb genoeg gedaan, dan moet mijn moeder maar verwerken. Precies. En de kleinkinderen alleen de lust en niet de lasten. Ja. Toch? Ja. Of bemoeit ze zich ook wel met de opvoeding? Ja, ze komen altijd wel met iets als ze iets hebben. Komen ze altijd even naar moeder eventjes. Ja, maar u heeft toch de ervaring ook? Ja, even lekker kletsen. Dan moet je houden zo, hè? Ja. Ik wens u een mooi weekend. Ja, u ook, hè? En een mooie komende tijd met mooi weer. Dat we genieten, want ik hou ook van het mooie weer. Ik hou niet van de wind. Nee, ik hoef ook niet 30 graden te zijn, hoor. Nee. Nou, als je oud wordt, heb je die hitte hoeft ook niet meer. Van, hè? Maar een beetje zon is wel lekker. Ja. Ik wens u een mooi weekend. Ja. Zorg goed voor uzelf. Ja, dat doe ik ook wel. En een mooie verjaardag volgende week. Ja, fijn. Dank je wel. Tot ziens. Fijn weekend. Dank je wel, hè.